Ja, veel managers die weten zich soms geen raad met hun teams. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het zoeken van balans tussen enerzijds de volwassenheid van een team en anderzijds de autonomie die je ze geeft. Je ziet managers soms eigenlijk heel volwassen teams, die zie je weinig vrijheid geven en dat frustreert die teams enorm, waardoor de prestaties eigenlijk slecht zijn en de manager ontevreden is. Anderzijds zie je het dus ook wel gebeuren dat teams eigenlijk heel onvolwassen nog zijn en de manager denkt ik moet ze nu alle vrijheid gaan geven en dan slaat zo'n team in paniek en daardoor krijgen we eigenlijk ook slechte resultaten. En de truc is eigenlijk om continu stapgewijs te zoeken naar wat is de beste balans tussen die volwassenheid en die autonomie. En daarmee experimenteer je door ze steeds iets meer vrijheid te geven, te kijken hoe ze daarmee omgaan. En als dat goed is, ga je weer een stapje verder. Als het niet goed is, ga je weer een klein stapje terug.